President Desiré Boutersen heeft zondagochtend kort na aankomst terug in Suriname zijn licht laten schijnen op zijn staatsbezoek aan de Volksrepubliek China. Het staatshoofd dat door een menigte Surinamers werd verwelkomd op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven, toog na aankomst naar Cola Creek. Daar ging de president tijdens een persconferentie in op de resultaten van de bilaterale besprekingen met president Xi Jinping. Zoals u weet hebben we een van de laatste reizen naar het buitenland moeten plannen. Het was heel gecompliceerd omdat er heel wat landen op de lijst stonden. Van Marokko tot Servië, van Servië tot Rusland, van Rusland tot China, van China tot Turkije. En we zouden afsluiten in Cuba. Maar je kunt zich voorstellen om dat allemaal te synchroniseren wanneer de mensen available zijn, was niet zo makkelijk. Uiteindelijk hebben we aan de knoop doorgehakt, hebben we gezegd het wordt China en naar China direct Cuba. We zaten wel met een ongelukkig datum, 25 november. Het is enigszins aangepast. We hebben, althans het leger, even het defilé vervroegd. En daarna moest ik me aansluiten bij de defilé met de helikopter. Daar het nodige ter zake verrichten. Dus de parade afnemen, dan de receptie, vervolgens de decoraties. We hebben het allemaal in sneltreinvaart gedaan, want om 3:00 moesten we het vliegtuig weer pakken richting Nairobi. We hebben toch redelijk op schema gezeten met 1 uur vertraging, welke was gecalculeerd, zijn we 4:00 vertrokken. En aangekomen in China hebben we ons eerste gesprek gehad met de premier om natuurlijk de hele geschiedenis van Surinamers van Chinese afkomst en daaruit voortvloeiende de relatie welke is ontstaan in de afgelopen 160 jaar met Volksrepubliek China tot vandaag aan de dag. In een zich voortdenderende wereld waarbij het goed is om op bepaalde momenten toch wel stil te blijven staan en te kijken hoe verder. Dat hebben we gedaan. De delegatie bestond uit de First Lady die een apart programma had. Verder de minister van Financiën. De minister van Volksgezondheid, de minister van Handel en Industrie, minister van Juspol, minister en natuurlijk de minister van Buitenlandse Zaken, die het allemaal super perfect geregeld heeft met haar staf. Ik wil ieder bedanken, zeker de VP die geen gemakkelijke taak had. Aangezien ik in het buitenland was. Het eerste bezoek op staatshoofdenniveau, in ieder geval een staatsbezoek, na 20 jaren. Tijdens het bezoek zijn er 14 documenten ondertekend, handelende over strategische aangelegenheden, inclusief diplomatieke samenwerking, financiën, handelen, investeringen, landbouw, volksgezondheid en sport. Wat het strategisch gedeelte betreft, hebben wij als eerste land in de Zuid-Amerikaanse regio het actieplan betreffende Belt and Road Initiative getekend. Wij hopen hiermee de 5 connectiviteitspilaren binnen de regio te gaan vervullen en met name te focussen op handel, infrastructuur, financiën en de people-to-people connectiviteit. Suriname heeft zich gepositioneerd als een strategische locatie te bezitten en zal in dat verband ook die functie vervullen met de volle ondersteuning die toegezegd is door de Chinese president. Ten tweede
wil ik noemen het feit dat er een schenking aan ons is gedaan, aan onze republiek, voor 100 miljoen RMB. Dat is ongeveer 14 miljoen US dollars. En de benutting daarvan zal zijn voor projecten die wij samen zullen vaststellen. Verder is er een schuldkwijtschelding geweest. De minister van Financiën zal daarop verder ingaan. Voor wat het veiligheidsgedeelte betreft is er ook getekend een road monitoringsproject, waarbij dus de uitvoering van dit project uiteindelijk het eerste kwartaal van het volgend jaar rond moet zijn. Daarover zal de minister van Volksgezondheid verder, veiligheid verder op ingaan. Ook op het gebied van landbouw een schenking gehad. We praten daar over agrarische equipment, waaronder 10 pick-ups, 2 graafmachines, 16 tractoren, 100 waterpompen. En u begrijpt dat dit zeker zal bijdragen aan de industrie, in ieder geval de landbouwindustrie. Verder is er concreet getekend voor het opzetten van een Surinaams landbouwtechnisch samenwerkingscentrum dat op Tawayari moet verrijzen. We hopen dat ook dat snel van de grond komt, zodat wij inderdaad de invulling kunnen geven aan onze voedselschuurgedachte. Met betrekking tot handel en investeringen wil ik benadrukken dat China in de slotverklaring samen met Suriname heeft benadrukt dat onze handelsinzichten, in ieder geval de economische aspecten van onze samenwerking, verbreed zullen worden en dat de Chinese president daartoe de volle ondersteuning geeft. Verder is het goed te noemen dat er uitdrukkelijke toezegging is gedaan voor het verder blijven ondersteunen van Surinamese sociale en economische groei. Er is met zes topbedrijven gesproken, sorry. En die bedrijven hebben allemaal, dat zijn China Harbor, China Power, China Offshore, China Railway en Dalian, maar ook China Metals. Dat zijn allemaal bedrijven die hier in Suriname of actief zijn of grote interesse hebben getoond hier naartoe te komen. De minister van HIT zal daarop verder ingaan. Het 11e punt dat we willen noemen bij de resultaten is het feit dat wij onder leiding van de president een bezoek hebben gebracht aan de zusterstad Hangzhou. En er is benadrukt de historische, culturele en economische banden met deze grote stad, de vierde grote economie in China, de digitale e-commerce financiële stad. En het is ook de plek waar Alibaba staat. Dus er zijn ongeveer 150 bedrijven of personen uit de bedrijvenwereld, zakenwereld aanwezig zijn geweest bij een business lunch, waarbij de president en de ministers van Financiën en HIT heel duidelijk op investeringsmogelijkheden voor wat Suriname betreft zijn ingegaan. In ieder geval is een van de resultaten dat het grootste solarbedrijf in de wereld reeds deze week naar Suriname wil afreizen om vooral te kijken naar mogelijkheden om ons binnenland te helpen verder voorzien van stroom. Overige aspecten van het bezoek waren onder andere de kranslegging bij het plein van People's Hero, de speciale enveloppe die is uitgegeven ter herdenking van de president zijn bezoek aan de Volksrepubliek China en de ontmoeting met jonge Surinamers die al daar studeren. Ik wil benadrukken ook het bezoek aan het Huawei hoofdkantoor, waarbij we vele samenwerkingsmogelijkheden hebben bekeken, met name op het gebied van het technologisch vlak. En wij mogen ons trots aanprijzen als het enige land in deze regio met een 5G-verbinding, waarbij de president ook het eerste gesprek internationaal kon voeren met vertegenwoordigers van Telesur. De lancering van de Huawei Suriname Seed Program is ook aan de orde geweest. Het is niets anders dan een programma waarbij 12 Surinamers in de gelegenheid zullen worden gesteld om wetenschappelijke, technologische opleidingen te volgen in de Volksrepubliek China. Er is ook toegankelijkheid geboden aan 4 personen die mogen een opleiding willen gaan volgen aan een universiteit in China. The way forward, wat is in de pipeline? We hopen heel spoedig af te ronden een luchtvaartovereenkomst, een toerisme sector en een e-commerce overeenkomst. En we kunnen uitzien naar zeer goede vooruitzichten wat betreft dit partnerschap door beide gekwalificeerd is geworden als
een strategisch coöperatief partnerschap. Dus na 43 jaren van diplomatieke betrekkingen met China is besloten dat wij niet langer praten over slechts diplomatieke betrekkingen, maar over een strategisch coöperatief partnerschap tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China, waarbij Suriname ook haar strategische rol zal vervullen voor de verdere ontwikkeling van ons land. Excellentie, via u zal ik kort even ingaan op de issues die mij raakten tijdens het staatsbezoek. Eén is ondertekening van een debt forgiveness van China voor een bedrag van ronduit 86 miljoen renminbi. Dat is ongeveer 12,3 miljoen US dollar. En dat hebben wij natuurlijk zeer verwelkomd. Schuldvergiffenis is altijd een moeilijke stap voor het land dat crediteert. Dus voor ons is dat een heel warm geaccepteerd. Verder heb ik getekend de loan agreement van het upgraden van de Suriname Johan Adolf Pengel luchthaven, wat we noemen International Airport Expansion Project. Het project dat zeker in 5-6 jaar reeds in discussie kwam. Het leningsbedrag is 1,4 miljard RMB. Dat is om en bij 200 miljoen US dollar. Rente is 2%, heel laag, 2% per jaar. En het is uitgestrekt over een periode van 20 jaar, waarvan de eerste 5 jaar in feite een grace period is. Voor ons is dat ook zeer verwelkomd op basis van onze visie richting aantrekken van investeerders, je visitekaartjes, je airport. Dat we eindelijk kunnen gaan naar een hoger niveau is door ons allen warm geaccepteerd. Ik heb dan in de wandelgangen ook een bilateral meeting gehad met de chairman van Ex-Im Bank. Dat is mevrouw Hu Shaolin. Die is tot 2015 deputy governor geweest van de Centrale Bank van China. De issues waarover we hebben gepraat natuurlijk is de impact van de ondersteuning van Ex-Im Bank in onze ontwikkeling. We spraken, een collega haalde net aan dat wij het eerste land zijn voor 5G. En dat wij nu in de kijker zijn van grote companies zoals Alibaba. Zeer zeker is communicatie een groot voordeel aan. En wij brengen u terug naar de Huawei-lening die we een paar jaar terug hebben getekend, die dat mogelijk heeft gemaakt. Evenals natuurlijk andere projecten zoals de infrastructuur van Dalian 4 en sociale projecten zoals housing. We hebben verder gepraat over trainingen en technische bijstand. Zeker ten aanzien van PPP-projecten. Ze hebben er erg veel ervaring in, zodat het niet altijd de overheid is inkomt, maar dat de private sector ons helpt in dit proces. Ook gepraat over debt management, de manier waarop wij dat doen. We kunnen heel veel van hun leren natuurlijk. En een ander thema was de swap deal die toen in 2015 tussen de Centrale Bank en de People's Bank of China was getekend. En ze hebben ons ook beloofd ons te ondersteunen om dit proces van swap in feite heel goed te kunnen benutten. Verder heb ik namens het ministerie van LVV getekend protocollen inspection, quarantine en veterinary sanitary requirement for wild marine fishing. Aquatic products to be exported from Suriname to China. In dit protocol zijn afspraken tussen het ministerie van LVV en de General Administration of Customs, de douane, van de People's Republic of China, door middel van vriendschappelijke consultaties met betrekking tot inspectie, quarantaine, finitaire, sanitaire voorwaarden bij wild marine fishing aquatic products voor menselijke consumptie. Dat zal voor ons een boost zijn, want op die manier zullen wij veel meer kunnen exporteren met natuurlijk de nodige verificatie door de inspectiecommissies van beide kanten. Het is een protocol van 5 jaren, wordt automatisch verlengd met 5 jaren. En hier in Suriname is het Viskeuringsinstituut belast met de implementatie. En die zal in feite de Veterinary Health Certificate uitgeven. Ons Viskeuringsinstituut heeft al behoorlijk wat ervaring op dit gebied, dus voor ons zal het niet moeilijk zijn.
namens het ministerie van OW getekend amendement naar het constructiecontract tussen het ministerie van OW en Dalian, wat wij noemen Dalian 5. Er zijn een aantal protocollen op basis van de discussie tussen het ministerie van OW en Dalian in feite naar voren gebracht. Dat is niet getekend op de dag van de bilateral met president Xi, omdat dit proces nog gaande is. De financiële kant zal nog moeten komen, maar tenminste de technische kant is volledig in feite met elkaar overeengekomen. De eerste fase van het project gaat om ongeveer 100 miljoen en de tweede fase van het project zal gaan om ongeveer 200 miljoen. En een ander moment zal onze collega OW wat dieper op de technische kant ingaan. Verder hebben wij ook gepraat over de Sea Defense, het opboosten van ons defense, Sea Defense System, weg naar zee. Het gaat om een 100 miljoen lening, maar dat is apart, dat is met de China Agriculture Bank, die het zal financieren. Naast Exim Bank hebben we de mogelijkheid om rechtstreeks met Chinese banken ook te werken. We hebben eerder een Dalian 70 kilometer gehad, dat door een van de grootste banken ter wereld, ICBC, was gefinancierd. En nu is dat van in feite agriculture naar voren gekomen. Verder zijn er een aantal bilaterale meetings geweest met bedrijven onder leiding van onze president. Voor mij was het belangrijk om te praten met China Harbor over het dredging project. Ze hebben het biddingsproces gewonnen. Het zal zeer spoedig beginnen. En verder in Hangzhou, op de meeting met investors, heb ik dus een presentatie kunnen doen over de verschillende opportunities van investeringsmogelijkheden voor Chinese bedrijven in Suriname. Waarbij, zoals mijn collega zei, dat van Alibaba als een van de meest aantrekkelijke voor ons openstaat. Op het gebied van handel, industrie en toerisme is er één MOU getekend. Het gaat om de MOU voor economische en handelssamenwerking. Daarna zullen er hierna nog twee MOU's volgen die we gaan tekenen, namelijk één voor e-commerce en één voor toerisme specifiek. Ik heb in Beijing gesprekken gevoerd met mijn counterpart, de minister van Handel van China, zijn excellentie Zhongshan. Er is aangegeven dat naar aanleiding van dit staatsbezoek de president van de Volksrepubliek China de opdracht heeft gegeven om ons land voor de volle 100% te ondersteunen, zeker op het gebied van handel, industrie en toerisme. Er zijn trainingen toegezegd en er zijn knelpunten besproken van onze exporteurs om de export naar China te bevorderen. Zoals Minfin heeft aangegeven, zijn er tevens projecten geïdentificeerd die we met de Chinese regering en de private sector kunnen uitvoeren middels PPP. En zoals Minbuza heeft aangegeven, zijn er ontmoetingen geweest met grote bedrijven, 6. Er is behoorlijk veel interesse in ons land en daarbij nog veel meer mogelijkheden die we samen kunnen realiseren. Projecten zullen we verder met de bedrijven uitwerken en daar hoort u nog nader van. In Hangzhou, de zusterstad van Paramaribo, tevens e-commerce capital van de wereld, het is de thuishaven van Alibaba, zijn er ook hele goede gesprekken geweest. We hebben een presentatie gehouden, gelukkige samenwerking, win-win situaties, waarbij we in Suriname een e-commerce hub willen maken voor het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. We zijn immers het eerste land in de regio die een MOU voor Belt and Road Initiative hebben getekend. Tevens zullen we het eerste land zijn, tenminste zijn wij het eerste land die in de regio die 5G heeft geïmplementeerd. En we hebben reeds mobiel betalen via QR-code geïmplementeerd middels UnionPay. Er is daarnaast veel interesse om in Suriname industrieën op te zetten die een toegevoegde waarde zullen geven aan onze natuurlijke hulpbronnen. Er komt binnenkort een handelsmissie naar Suriname en we kijken er naar uit om een matchmaking sessie te organiseren met onze private sector. Wat betreft toerisme zijn er ook tal van mogelijkheden. China heeft een interne toerismemarkt van meer dan 850 miljoen mensen. Dat zijn Chinezen die jaarlijks toerist zijn in eigen land. Hangzhou is een van de mooiste steden in China en een groot toeristisch trekpleister. Er is een potentie van 150 miljoen toeristen in Hangzhou alleen, omdat daar de grootste groep middenklasse zijn met een ruim inkomen. Er is toegezegd dat bij de komende handelsmissie naar Suriname een groep touroperators zullen meereizen om een famtrip te doen in Suriname.
En indien we slechts 1 promiel van die 150 miljoen toeristen uithang zou kunnen aantrekken, is dat al 150.000 toeristen. Gegeven dat toeristen gemiddeld $1,000 uitgeven, kan dat een kapitaalinjectie zijn van $150 miljoen in ons land. En dat komt rechtstreeks bij onze private sector. Bij dit staatsbezoek is de MOU getekend voor visumvrij reizen van onze burgers. En we hebben in ieder geval al dagelijkse vluchten naar Amsterdam Schiphol. En dat is een goede connectie naar China. Om te kijken of we met partners hier en in China een rechtstreekse vlucht kunnen onderhouden. Daar is naar gevraagd door Hangzhou. En dat zou de stroom van toeristen kunnen vergemakkelijken. Voor wat betreft de exposure, dit staatsbezoek, de beste media exposure kunnen bereiken. Die we kunnen hebben dromen voor Suriname en China. Het bezoek en de ontmoeting van met de Chinese president Xi Jinping is breed uitgemeten in de Chinese media en live uitgezonden via CCTV in vele landen. Nagenoeg iedereen in China weet nu waar Suriname is. Suriname met haar multiculturele bevolking, met de grootste populatie Chinezen en Indonesiërs in de regio. Suriname met de meeste bosbedekking in de wereld en het enige land buiten China die het Chinees nieuwjaar als nationale feestdag viert. Ik kan u zeggen, er is veel interesse om Suriname te bezoeken. Ik denk dat ik nog heel lang kan doorgaan over de mogelijkheden, maar gezien de tijd wil ik afsluiten nog zeggen. Om de handelsmissie uit China voor te bereiden, zullen we vanuit het ministerie van HINT een aantal sessies houden met onze private sector om hen te informeren en te brainstormen over joint projecten met China. Wat volksgezondheid betreft heb ik een protocol getekend met mijn collega van volksgezondheid in China. Ze gaan voor het Wanika Hospitaal, gaan wij ook traditionele geneeskunde met hun samen doen. De bedoeling is dat wij ook in een vervolgstadium ook Surinamers gaan opleiden om die geneeskunde onder de knie te krijgen. Verder heb ik de contractor ontmoet bij een van de business meetings. Hij heeft me gegarandeerd dat, en het ziet er ook helemaal naar uit, dat wij het Wanika Hospitaal begin volgend jaar, met name eerste helft van januari, opgeleverd krijgen. Daarna volgt natuurlijk de implementatie. Er is ook aangeboden meer samenwerking met ons. En wij gaan wat dat betreft zeker daarop ingaan. Omdat de mogelijkheden enorm zijn. Volksgezondheid heeft dus in het bijzonder het Wanika ziekenhuis besproken met de collega's. Ik heb hem ook informeel al uitgenodigd. Er is nog geen toezegging, maar de bedoeling is dat hij waarschijnlijk de opening komt meemaken later in het jaar. De versterking van het verder uitdiepen van de langdurige bilaterale betrekkingen en die samenwerking tussen China en Suriname zijn beide landen er toe overgegaan om het uitleveringsverdrag te tekenen. In een eerder stadium was er reeds geparafeerd. Dit verdrag zal ook zorgen voor de nauwe samenwerking in het kader van rechtshandhaving en het effectief versterken van het gezamenlijk streven betreffende criminaliteitsbestrijding, criminaliteitsbeheersing. Zoals eerder aangegeven is er ook een politie-politie-samenwerkingsovereenkomst getekend, waarbij het roadmonitoringsysteem deel van uitmaakt. Er is ondersteuning toegezegd aan ons wat betreft capaciteitsversterking en trainingen. In het kader van het roadmonitoring systeem hebben we ook een rondleiding gehad binnen Huawei, waarbij we getuigen mochten zijn van de verschillende features, zoals nummerplaatregistratie en gezichtsherkenning, hoe het werkt en hoe het kan worden toegevoegd aan ons eigen Safe City project. Dat wil zeggen dus dat het Safe City project zal worden uitgebreid, zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze technische hulpsystemen zullen een wezenlijke bijdrage bij de handhaving van de openbare rust en orde, criminaliteitsbestrijding, verkeersveiligheid en brandveiligheid bewerkstelligen.